Sono Alizua Merino Hanna. Oh, jullie zijn er al. Oké. Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Dan, ik dacht, ik doe even een leveltje Alice Madness Returns met jullie. Het officiële best geoptimaliseerde. Ja. Ja. Best geoptimaliseerde spel uit de geschiedenis van de mensen. Jullie hebben het begin gemist, maar dat is niet zo erg. Ik doe gewoon een leveltje een beetje. Oh joh, dat ik mijn float niet eens voor nodig. Gewoon één leveltje voor de Dutchess of zo. Niks bijzonders. Wee! Ik hou hiervan. Het is het beste spel aller tijden. Oké. Okay. Oh, bottle. All the snails. Dank u. Ik heb zo'n idee dat we daarheen moeten. Dit is echt. Wauw. Oké. Probeer ze op 2. Sono Alizua Meru no no na 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 na. Oh, dikke trien. It's you again, Alice. You may approach. Why would I do that? You want to eat me? Yes, well, you taught me manners, and I've lost my taste for mad women. Strictly a porcine diet for me. Everything's better with bacon, don't you agree? Of course. Fight. Now, there are pig snouts scattered about. I heard a few behind the house. Go fetch them for me. But take care for the pests that block your way. Pepper them up if they do. They need spice, and you're just the girl to season them for me. You'll find that grinder serviceable. Why not season your own pig parts? Yeah, yeah. Matter of priorities. My alabaster skin needs protection from the disgusting creatures running amok amidst the environs. But one gets peckish. Look, all you have to do is listen for the oink, then shoot the snout. You may like the results. I certainly will. Kan ik me voor voorstellen, denk Wief. Wat ik grappig vind is dat dit spel is gelokt op... Ik merk nu pas dat mijn fraps is... Dat mijn fraps is gelokt op 30 fps, aangezien ik nog nooit een spel... heb opgenomen met hoger. Aan de ene kant is dat best wel zielig. En aan de andere kant ben ik trots dat ik... dat ik zo'n prestatie heb behaald. Oh, spice up your foes. Prepare savory snouts. Oké. Okay. Oh, jezus. Oké, dan is een floaterfly. Oké. Best wel agressieve diertjes. Wacht even, ik zet even het geluid zacht. Ja, ja. Butterflies dus, oké. Nou. Daar zijn we ook klaar mee. Wie? Wat? Hoorde ik daar die? Butterfly! Butterfly. Oh, dit is een lekker wapen, joh. Ah, botfly. Ik weet niet waarom, maar ik mag die beesten niet. Zo. Dat is een hive. Wie gebruikt er nog hives vandaag de dag? Ha. Oh, nou, er kwam nog een hive. Dat was de hive. Ach du Scheiße! Verdammte Scheißfliegen! Oh, jongens,
expansie ga ik zoveel gebruik van maken. Ik weet niet of ik hier een volledige let's play van ga doen. Dat moeten jullie jezelf afvragen. Zo ja, dan ga ik het doen op willekeurige tijden. Dan krijg ik niet een vaste dag op het uploadschema. Wat er tot nu toe is gebeurd. Alice is uit Londen ontsnapt. Einde. Nu zit ze in Wonderland. Throughout every domain, keep an ear out for snouts. Enter aiming mode and shoot the snout with the pepper grinder. Once the snout is full of pepper, it will reveal paths and collectibles. Why then? Paper them up! Je moet wel even realiseren, het is gewoon een vliegende snout. Yeah, hij is volgepeperd en dan vliegt hij ook gewoon nog. Even helemaal was dat het? Nee, dat is gewoon een vallend blad. Waarom zijn de bomen hier zo groot? Thank you so much for the snout. Now go away. What the fuck? Ook moet de man ze heeft het zo mooi voor me opgemaakt en dan moet ik het gewoon kapot zetten? Ah, waarom ook niet? Yay! Gouden tandjes! Gouden tandjes betekent in feite dat je een halve maand lang niet meer naar de tandarts hoeft. Yep. 100% waar. Nou, nu even Steam's. Was even onderbreken, ontbroken door moed. Nu even Steam Summer Sale verhaaltje met. Summer Sale, het is geen zomer, man. Nu even Steam Sale verhaaltjes met Leon. Leuk. Wat er is gebeurd is, gisteren heb ik Medal of Honor Airborne gekocht of zo. Ja, Airborne was het. Daar uit die ervaring heb gehaald is dat mijn videokaart te goed is. Basically. Want ik wou dus er spelen vanochtend en toen kwam ik in de ik er ineens achter, kreeg ik ineens de message van videokarto ne pas compatibilo. Dus ja. Dat was nogal jammer. Fucking butterflies. Oké. Zom. Ik heb dit spel gekocht omdat Vocaloid. Ik heb er eigenlijk geen goede reden voor behalve Vocaloid. Ik zag het gewoon staan. Het was 2,50. Dus ik dacht, waarom niet? Het stond nog op mijn verlanglijstje dus. En nu is mijn geld ook op, want ik heb ook Sins of a Solar Empire Rebellion gekocht. I know, it's not the best game in the world. Fuck, you fucking beasts. Fuck. Oké, ja, die zijn dood. A vast amount of... Ik heb het idee dat ik daarheen moet. Ja, god. Waar zit nog meer zo'n nest? Daar. Ah! Fuck. Ik word echt zo ziek van deze kinderen. Ja, snouts. Zelf een snout. Snoeten. Je bent zelf een snoeten. Nou, ja. Nu ben ik hier beneden. Meruno Alice Waterno Hanna. Nou, nee. Dat doe ik maar niet, want ik hoor van mensen dat het echt vreselijk vervelend is. Misschien zet ik er heel zacht het nummer onder. Maar dat moet ik ook nog zien. Dan moet ik
Volgens mij doe ik dat op het einde. Oké, en dan nu. Puzzle 101. Hoe de fuck komen we weer boven? Oh ja, daar is zo'n prachtige springpaddenstoel. Dan gebruiken we die maar. Oh, nee. Oh, ik hoef geen peper op dat ding te schieten. Het is al genoeg gepeperd. Die pepperoni hoofd. Oh nee. Plonk. Zo. Goed zo. Hoedelen. Godver. Jezus. Dit is. Het ziet er misschien uit als een heel makkelijk spel. Dat is het ook niet. Nee. Nee, waarom doe je dit? Nee! Pauperkadet, godverdomme, waarom... het lukte me de eerste keer wel, waarom al die andere keren niet? Ik snap het gewoon niet. Ah! Oh, die was zo dichtbij! Ah! Ah! Tering! Ja, ik krijg nog wel lichtelijke frame drops wanneer ik in echt dicht bevolkte gebieden ga, zeg maar. Met een heleboel bomen en wanneer ik of gebouw of zo. Maar dat zou in feite gewoon kijkplezier zou dat niet moeten beïnvloeden, want het is nog steeds 28, 29 fps. En natuurlijk zullen de klootzakken onder jullie zijn die zeggen zo: te slecht, niet kijk. Ik snap het. Ik zal mijn soep eten. What the fuck? Wat is dit? Ziek haal koeienhoofd. Zal wel. De varkens zeggen dat wij er genoeg van hebben. Dat jullie oorlogsmoe zijn. Dat jullie liever leven hebben dan opgegeten te worden. Dus dan vraag ik jullie nu. Willen jullie de totale slacht? Heil, heil, heil. Ik ga door. Ziek moe. Huh. Dat wordt de naam van de episode. Ziek moe. Oké. Nou. Of faal parcours met Leon. Ja. Nou. Dan doen we deze wel even voor. Voor de thumbnail. Oké. Ja, mooi. Oké, en dan nu de ultieme uitdaging. Time parcours. Dit soort dingen maakt me echt suicidaal. Wacht even, ik kut even en dan ben ik wel weer terug wanneer het me gelukt. Ik ben er hoor. Maar ik maak je maar geen zorgen. Oké. Oh, hier spawnen meestal van die vieze be... Wat? Wat? Nee. Nee, niet huilen meisje. Nee. Oh, what the fuck. Nee. Nope. Nope, ik ga er niet eens op in. ik sta niet open ter discussie voor jouw soort. Oh, stop nou eens. Stop nou eens, man. Jongen. Sensualis. Dat betekent, het is oorlog. Het heeft helemaal niks mee te maken, maar ik zeg het even. Alt no zero, anyone?
Rare sploetsje dingen des doods. Oké, ik vind dat dit een mooi moment is. Oh, what the fuck, die woorden. Ik vind dat dit een mooi moment is om de episode te beëindigen. Ik hoop dat jullie het iets redelijks vonden. Zeg of jullie meer willen.